Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door benjijeenmodel.nl. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. Welkom bij wederom een aflevering van Clip en Klaar. Deze week in Clip en Klaar een zeer jonge dame met een heel groot talent. Ondanks haar jonge leeftijd lukte het haar al om zelf een liedje te schrijven. Melodie zelf bedacht. En in principe de akkoorden ook min of meer zelf bedacht. En de tekst helemaal zelf bedacht. Ze wilde eigenlijk ooit meedoen aan het Junior Songfestival. En uiteindelijk is er nou een single en een clip van geworden. En nou ja, goed, die clip die gaan wij dus in Clip en Klaar gaan wij die maken. Heb je er een beetje zin in, Lotte? Ja. Dat is mooi. Dat is een volmondig jaar. Ik zou zeggen, word even vrienden met Lotte op Hives. En als je Lotte op wil zoeken, dan kan je bij mij in de blog kan je Lotte vinden. Moet je natuurlijk wel ook even vrienden met mij zijn, hè? erikdikheb.hives.nl. En laten wij gewoon gauw gaan beginnen om te kijken hoe het Lotte vergaat met haar prachtige liedje. Verliefd zijn. Nou, heel goed. I never worked a day in my life. Want verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan. Ik ben Lotte, ik ben 13 jaar en ik zit op de Weredie in Valkenswaard en ik heb het liedje gemaakt van Verliefd zijn. Ik zat op de bank en toen kwam er op tv dat je lid kon worden of zoiets van het Junior Songfestival, dat je al mee kon doen. En toen ging ik pen en papier pakken en mijn gitaar en toen ben ik een beetje gaan gitaar spelen en een liedje op te gaan verzinnen. En toen was het binnen een half uur af. Als ik op het schoolplein loop en jou daar zo zie staan, dan gaat mijn hart in mij tekeer, waarom zou ik het zo vlug slaan? Is dit zo'n verliefd zijn? Is dit wat ze bedoelen? Is dit waar het altijd om draait? Is dit wat ik moet voelen? Mama leerde Johan Vlemmings kennen via Hives. En toen heeft hij mijn liedje gehoord en die vond hij leuk. En toen zijn we de clip in gaan zingen. Hoe zeg je dat? Clip op gaan nemen. En toen gingen we er een clip bij maken. Oh nee, dat klopt helemaal niet. Toen zijn we de zang op gaan nemen in de studio. En toen zijn we er een clip bij gaan maken. We waren in de studio bij Kees Stijl. Die heeft ook de nieuwe muziek erbij gemaakt, de band. Ik vind het mooier met heel de nieuwe band erbij. Dan is het, ja, het refrein al, daar zit dan een beetje power in. En dat is mijn gitaar, is het gewoon de hele tijd zo hetzelfde. En met de band niet. Ik ga niet optreden. Waarom niet? Omdat ik te eng vind. Dat doe ik niet. Dan kijken allemaal mensen en als je dan iets fout doet, dan gaan ze daar lachen of zo en dat wil ik niet. Ja, ik wil er niks met muziek gaan doen. Gewoon als hobby, maar niet als werk of zo. Ik vind het wel allemaal leuk en zo. En ik doe dat wel als hobby, maar ik wil er niet mijn beroep van doen of zo, want dan ben je altijd weg en zo. En dat wil ik niet. Ik wil sportje voor. Dus dat heeft niks met muziek te maken. Ik kan er eigenlijk niks mee gaan doen ofzo. Als de wereld draait doorbelt of ik al liedje wil komen zingen en zo, dan zou ik het wel doen. En Live and Cooking, hoe heet het tegenwoordig? Ja. En als Live and Cooking belt ook wel. Bij alles eigenlijk als het op tv komt. Of ook al gewoon zo. Maar... Nee, niet in een café of zo. Daar niet. Niet wat ik doe. Nee, niet wat zij doet. Nee, dat wil ik gewoon. Een theatertour zou kunnen. Ja, nee, want dan ben ik ook wel aan huis weg en dat wil ik gewoon. Dan ga ik wel mee. Nee, want het hoeft niet te zijn dat ik jou dan mis. Oh! What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Vandaag zijn we een clip op aan het nemen en die komt dan op tv.
Mijn naam is Saba. Ik ken Lotte van groep 3. En nou, we zijn beste vriendinnen. Dus daarom doe ik ook mee met de clip. En ik vond het vandaag wel leuk. Ja, iedereen had er ook plezier in en zo. Dat was wel leuk om te zien. En nou, ik kon gewoon eigenlijk zelf zijn. Nou, ik moest op een gegeven moment ook iets samen met Lotte doen. Het ging ja, best wel goed, vond ik. Alleen ja, af en toe ook een paar fouten, maar voor de rest wel goed. Er spelen heel veel kinderen mee met deze clip. Ik ken ze volgens mij allemaal. En ja, was wel leuk, want het ook kinderen uit mijn oude klas die ik eigenlijk heel lang niet meer zag. Ja, een soort van reunie een beetje. Nou, ik ken Tijmen van groep 3, toen ik in groep 3 zat. En ik vond het wel leuk om met hen te spelen. Ik ben Tijmen en ik heb de rol van de jongen gespeeld. Uit het liedje. Die bij Lot op school zaten, die kende ik nog niet. Ja, alleen Davy kende ik wel. En nog een paar andere kinderen. Ja, net, we waren aan het voetballen en net voordat het begon schoten we de bal op het dak. En toen gingen we erop klimmen. Ik wou erop klimmen, alleen toen was mijn broer al. En toen ben ik maar naar beneden gegaan. Ja, die heeft hem toen weer gepakt. En weer naar beneden geschoten. Eerst waren we bij school gewoon een beetje aan het moesten we voetballen. En dan naar de fontein toe. Bij de fonteintje. Op het begin toen moest ik op een bankje gaan zitten bij een boom en toen moest ik gaan het liedje mee gaan zingen. En daarna toen denk ik, wat gingen we daarna doen? Toen moesten we in een V lopen met z'n allen, alle meiden, en toen moesten we met z'n allen het refrein gaan zingen. En daarna, toen moest ik met Tijmen op een hekje gaan zitten. En daarna, toen moesten twee mensen gaan ruzie maken. En toen moest ik lachend met hem gaan weglopen. En we zijn nog op Den Hoorn, bij het centrum, zijn we nog heen gegaan. En daar ging ik nog een keer playbacken. En daar gingen we het stukje opnemen dat ik dat zeg maar uit was. I never worked a day in my life.